MC Boss. En ik ben de producer, Eagle John. Iedereen op school heeft het al over MC Boss. En dat is een nieuwe ervaring voor de docent. En we kunnen bijna niet meer normaal hier door de school lopen. Dat is wel lastig. Hoe is dat nou, de status van een popster? Ja, ik moet er nog wel even aan wennen, hoor. Al die, als je ook op Instagram kijkt en op Facebook en op YouTube. Ik snap best dat de druk voor sommige zangers groot kan zijn. En de sterrenstatus is alleen maar groter geworden door deze videoclip. 100%, 100%, wij gaan voor die 100%. Maar waar veel rappers een slecht imago hebben, mikken deze docenten op iets anders. Wij vinden eigenlijk het heel belangrijk dat zeg maar, correct het nieuwe cool is. Nou, we wilden eigenlijk leerlingen wat meer bereiken. En dan kun je weer zo'n hele saaie, correcte... Ja, correct is wel goed trouwens, maar een PR-videootje gaan maken of iets moois. Wij dachten, we gaan het anders doen. De leerlingen zijn natuurlijk de meest kritische volgers. Ja, ik kan het een beetje serieus nemen, maar niet te veel. Ja, ik neem het niet echt serieus. Het zijn geen heel kleine poef. Is dat goed of slecht nieuws voor ze? Ik zeg goed nieuws. Ik ben niet zo fan van Boef en Lil Kleine. Boef is niet correct, nee. En Boef die komt nogal eens in opspraak. Nou, MC Boss is tot nu toe in ieder geval nog niet in opspraak geraakt. Hij gaat misschien wel naar zijn schoenen lopen met dit succes. Ja, hij heeft wel, begint langzaam inderdaad wel, wel de verkeerde kant op te gaan. Want hij wil nu al een volgende hit gaan maken. Maar deze hit is pas net uit. Dus we moeten even rustig aandoen nog. En goede rappers bewijzen zich natuurlijk pas echt live. Elke dag moet een feestje zijn, yo. Dat zeg ik zonder geen grap. Dit is geen grap, ik zei het rap. Maar ik hoop dat je hem vat.